Amber, wat is er gebeurd? Is er een spoedgeval? Wat? Is kleine Amber vermist? Oh jee, dat is verschrikkelijk. We moeten de autopatrouille inschakelen. Dit vraagt om een zoekactie. Matt, Frank, Hector. Baloo? Kleine Amber wordt vermist. We moeten haar gaan opsporen. En heel snel. Amber, waar heb je kleine Amber voor het laatst gezien? Dus ze was aan het spelen in het ziekenhuis en toen was ze plots verdwenen. Waar denk je dat ze heen zou kunnen zijn gegaan? Goed idee, Amber. Laten we bij de speelplaats kijken en bij de ingang van het ziekenhuis. Hoi kleine Ben en kleine Lily. Hebben jullie kleine Amber toevallig gezien? Het is dringend. Jullie denken dat ze bij het ziekenhuis is? Daar was ze, maar nu wordt ze vermist. Oké, Hector. Jij gaat vanaf boven naar kleine Amber zoeken om te kijken of ze misschien dicht bij het ziekenhuis is. Bedankt, kleintjes. Wens ons geluk. Matt en Frank, hebben jullie iets gezien? Oh jee, we moeten kleine Amber vinden voordat het donker wordt. Heb je nog ideeën waar ze zou kunnen zijn, Amber? Geen zorg, Amber. De autopatrouille zoekt het uit. Dat is een goed idee, Matt. Kijk nog een keer in het ziekenhuis om te kijken of kleine Amber verstoppertje aan het spelen was. Nog steeds niks. Oh jee, dat is niet goed. Wat was dat, Hector? Wat is er gebeurd met de snoepautomaat? Heeft dat er iets mee te maken? Dat is raar. Misschien was het gebroken toen. Wat was dat? Kleine Amber, daar ben je. Je hebt ons laten schrikken, kleine Amber. Zat je vast onder de snoep toen het viel? Oh jee. We zijn blij dat je in orde bent. Goed gezien, Hector. En goed gedaan, autopatrouille. Gelukkig kunnen we nu met een gerust hart naar huis toe gaan. Bedankt voor jullie hulp, autopatrouille. En kijk goed uit, kleine Amber. Tot de volgende keer. Autopatrouille. Daar is onze vriend Matt. En hij slaapt nog steeds. Wacht even.
Wat doet die verfkwast bij hem? Hij verdwijnt. Matt, wakker worden. Matt, je zit helemaal onder de onzichtbaarheidsverf. Ik zei het. Het wordt zo onmogelijk om nog door Autostad te rijden. Daar is Frank. Hij kan je helpen, Matt. Oh nee. Matt kan niet laten zien dat hij hier is. Je moet iets doen om Franks aandacht te krijgen, Matt. Perfect. Nu weet Frank het. Voorzichtig, Hector. Land niet op Matt. Iemand heeft hem met onzichtbaarheidsverf beschilderd toen hij sliep. Heb je net Tyler gezien terwijl hij zomaar overal onzichtbaarheidsverf opschilderde? Hier moeten jullie achteraan gaan. Hector heeft Tyler gezien. Hij is bij de speelplaats. Tijd om die stoute auto te vangen. Daar is hij. Frank, Matt, Hector heeft Tyler gevonden. Oh nee, Tyler heeft je gezien. Wat ga je doen, Frank? Waarom ga je niet achter Tyler aan? Wacht eens even, waarom is Tyler gestopt? Ik dacht dat hij ontsnapte. Wat slim. Matt heeft zijn lichten uitgedaan en heeft zijn onzichtbaarheid gebruikt. Frank zegt dat hij kan proberen de onzichtbaarheidsverf te verwijderen door Matt nat te spuiten. Matt is heel blij dat hij weer zichtbaar is. Bedankt, Frank. En heel goed dat je Tyler zag, Hector. Matt wil jou ook bedanken, Tyler. Hij had je niet kunnen vangen als je hem niet met onzichtbaarheidsverf had geverfd. Boontje komt om zijn loontje. Tot de volgende keer. Doeg!
Zo te zien wordt er iemand achtervolgd. Hebbes! Waarom zaten jullie achter kleine Jerry aan? Oh, jullie hebben het overgenomen van de autopatrouille, omdat het vaderdag is. Dat is heel lief. Kleine Jerry, je moet op je snelheid letten. Hey, langzaam rijden. Tyler zegt dat er een brand is bij het ziekenhuis. Jullie kunnen beter even gaan kijken. Amber, wat is het spoedgeval? Is er geen spoedgeval? Maar Tyler zei... Kleintjes, ik denk dat Tyler een grap heeft uitgehaald. Inderdaad, hier kan hij niet mee wegkomen. Het is niet leuk als je de politie voor de gek houdt. Wat gaan jullie eraan doen? Goed idee. Je kunt precies zien waar hij is geweest. Oké, jongens, volg kleine Hector. Daar is hij, kleintjes. Laat hem niet ontsnappen. Hebbes. Arresteer hem, jongens. Wil je niet met ze mee? Maar ze zijn de autopatrouille. Je moet wel. Vandaag zijn ze het wel. Voor één dag tenminste. Jongens, doe iets. Goed gedaan, jongens. Tyler, je moet geen grappen uithalen met de politie. Blijf nu daar staan en overdenk wat je hebt gedaan. Oh, daar komen de vaders. Ze zijn trots op jullie kleintjes. Ze hebben alles gezien. Het beste vaderdagcadeau aller tijden.
Hey, kleine Frank. Heb je van hem alle danspasjes geleerd? Vaderdansen. Een perfecte afsluiting van Vaderdag. Nou, rustig aan, kleintjes. Goedemorgen, Harvey. Wat ga jij vandaag doen? Oh, appels aan het plukken. Dat klinkt heel leuk. Oh nee. Waar zijn al de appels nou, Harvey? Denk je dat iemand ze heeft gestolen? Laten we de autopatrouille bellen voor hulp. Hoi jongens. Iemand heeft alle appels van Harvey's land gestolen. Kunnen jullie helpen? Hij is bij de boomgaard. Kom mee. Bedankt dat jullie zo snel konden komen, autopatrouille. Harvey moet alle appels verkopen in Autostad vandaag. Wat moeten we doen? Inderdaad, Matt. Wie de appels heeft gestolen, zou wel heel veel honger hebben. Of veel monden te voeden. Goed bedacht, Frank. Laten we bij de school langs gaan. Niemand is aan het eten. Kleintjes, we zoeken een appeldief. Hebben jullie een appeldief gezien? Hector, misschien kan je kijken of je de dief vanuit de lucht kan zien. Ga je kijken? Zie je iets? Wacht, daar! Billy heeft alle appels. Volg hem, jongens. Matt, je moet sneller gaan. Stoppen, Billy. Je kunt nergens heen. Oh nee, hij ontsnapt. Super gedaan, Frank. Je hebt hem. Je kunt niet ontsnappen. Geef je over. Oké, Billy. Je bent gearresteerd. Oh, mooi, Harvey. Precies op tijd. Ik geloof dat deze appels van jou zijn.
Goed werk, team. Alweer een zaak opgelost. Veel succes met de appelverkoop, Harvey. Doeg allemaal. Tot de volgende keer. Hoi Bobby. Oh. Wat een mooie dag om te varen, of niet? Oh, en hallo Ben. Geniet jij ook van de stralende zon? Oh jee Bobby, volgens mij zit je in een stroming. Snel, probeer je vast te haken aan die boomstam. Oh jee Ben, volgens mij hebben we wat extra hulp nodig. Zou jij de autopatrouille kunnen roepen voor ons? Bedankt Ben. Houd vol Bobby, hulp is onderweg. Matt, Frank, Hector, Bobby de boot is in een stroming terechtgekomen in de rivier. Kunnen jullie hem redden? Matt, waarom ga jij niet rechtstreeks naar de plek waar de rivier bij de zee komt, zodat je hem kan redden voordat hij echt in gevaar komt? Frank en Hector, Ben kan jullie laten zien waar Bobby nu is. Laten we daarheen gaan. Ik hoop dat Bobby niet nog verder is meegesleept door de stroming. Goed werk, Matt. Jij bent hier snel. We zijn bijna aan het einde van de rivier, zodat we uit kunnen kijken naar Bobby. Oh nee! Matt, dat is een waterval. Als Frank en Hector Bobby niet kunnen redden, zijn we er mooi klaar mee. Geen zorgen, Bobby. Frank en Hector gaan je redden. Hector, kan jij een manier bedenken om Bobby af te remmen? De stroming is heel sterk, Hector. Goed werk dat je Bobby hebt afgeremd. Maar we moeten hem stoppen voordat hij bij de waterval komt. Frank, is er nog iets waar we niet aan hebben gedacht? Dat is een goed idee, Frank. Je ladder kan de weg blokkeren en Bobby tegenhouden dat hij van de waterval valt. Ik hoop dat het werkt. Daar komt hij. Ja, het werkt, Frank. Bobby, je bent gered door de autopatrouille. Geen zorgen, Matt. Bobby is veilig. Hector, kan jij Bobby naar de dijk trekken en ver weg van nog meer stroming? Kijk, het is Ben. Iedereen is in orde. Je kunt rustig zijn. Oh, dat is heel erg lief, Ben. Hector, Ben stelt voor dat hij Bobby naar de veilige kant van de rivier sleept, omdat jij en Frank hem hebben kunnen redden van de waterval. Oké, Bobby. Ben gaat je de rivier optrekken. Maar onthoud, wees vanaf nu voorzichtig met rivieren en kanalen. Bedankt voor jullie hulp allemaal. En onthoud,
voorzichtig bij de waterval. Tot de volgende keer.